En als je nou eerlijk bent, ben je goed in Salwis? Dit zijn de vragen hoor. Nou ja, dit. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Voetbalfit. Vandaag zijn we met de aanvoerder van Rijnsburger Boys. Wie ben je precies? Stel eens even voor. Nou ja, ik ben Wesley Goeman. Ik speel bij Rijnsburgse Boys, zoals je net al zei. En ik ben de aanvoerder en dit is mijn derde seizoen. Dus dat ben ik, zeg maar. Ik heb een eigen onderhoudsbedrijf. Doe ik 5 dagen in de week, fulltime eigenlijk. Combinatie met voetbal gaat prima tot nu toe. Ja, is het niet lastig soms? Nou ja, het is wel pittig. En zeker als je verschillende werkzaamheden op een dag hebt, dan kan het avondtraining nog wel eens pittig zijn. Maar ja, voor nu is het wel prima te combineren. Jullie wisten dat die zou komen? Volgens mij heeft niemand een vraag. Jawel, zeker wel. Oh, jij Stan? Kom er even op met die vraag. Eerst eentje, ja? Oké. Kom je uit de voetbalgezin? Of familie? Ja, dat is zeker weten. Mijn vader heeft altijd gevoetbald ook in Den Haag. Je bent sowieso ook in Hagenees, of niet? Wij komen van origine uit Den Haag. Dus we wonen nu al een tijdje in Noorddorp, dat is dan iets buiten Den Haag. Maar mijn vader heeft altijd gevoetbald wat ik zei. Mijn moeder staat altijd langs de lijn. Dus of het nou in Hardenberg is of hier in Rijnsburg, die volgt ook overal. Daarnaast heb ik nog een zus. Haar vriend heeft ook altijd betaald voetbal gespeeld. Oké. Dus we gingen ook altijd bij hem kijken weer. Ja. Dus in die zin waren er altijd wel linkjes met voetbal. En ben ik er zo opgegroeid. Ja, je bent er echt mee opgegroeid. Ja. En op een gegeven moment ging je semi-prof spelen. Want dat is Rijnsburg uiteindelijk wel. Je speelt tweede divisie. Ja, zo kan je het wel zien tegenwoordig inderdaad. Ouderwets semi-prof. Ja. Vergt ook een hoop van je natuurlijk. Er wordt veel van je geëist en gevraagd. Maar daarentegen krijg je ook een hoop voor terug, vind ik altijd. Weet je, de wedstrijden die je mag spelen, zeker de mooie affiches, weet je, IJsselmeer Vogels uit of zo en dat soort wedstrijden. Tegen Katwijk. Ja, daar doe je het af. Tegen Katwijk. Ja. En dan vorige keer was het winnen of verliezen? Ja, winnen. Maar even niet. Hey, en op een gegeven moment, vanaf vorig seizoen ben je aanvoerder geworden? Nou ja, dat ging eigenlijk mijn eerste seizoen al. Toen was Donny Verdam, ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar in ieder geval. Die was in eerste instantie aanvoerder. Zijn pad liep iets anders dan wat hij had verwacht waarschijnlijk. En ik nam een beetje halverwege het seizoen daar de aanvoerdersband over. Ja. Omdat hij niet meer speelde. En sindsdien ben ik eigenlijk non-stop aanvoerder geweest van Rijnsburg. Doet dat wat met je speelstijl? Als je toch je team een beetje moet gaan leiden? Nou, ik heb wel zoiets van, je krijgt zo'n rol niet voor niks. Dus het moet wel in je zitten. Het is dan wel van, wat doe je ermee? Hè? Pak je hem op en wat doe je ermee? Pak je hem uit. Wat doe je ermee dan? Nee, ik bedoel, wat ik al zeg, weet je, je moet daar wel een beetje geschikt voor zijn. Dus er worden dingen van je gevraagd, er komen spelers naar je toe, een stukje communicatie met de trainer. Maar ook alle randzaken buiten het team komt vaak op jouw boterham terecht. Ja. Dus jij bent wel vaak het eerste aanspreekpunt van alles en nog wat. En dat moet je leuk vinden. Daar moet je tijd voor hebben, ook zeker, want daar gaat wel wat meer tijd in zitten dan een gemiddelde andere speler. Ja, ben je veel aan het overleggen met spelers? Ja, zeker wel, zeker. Wat ik zeg, je hebt veel randzaken ook, hè, dus er zijn zat spelers die jou ook contacten. Ja. Zeker ook hoe ze met bepaalde situaties om moeten gaan. Maar ook het contact met de trainer, het contact met de TC, je zit in de spelersraad. Ik weet niet of dat voor jullie bekend is. Hebben jullie geen spelersraad? Ik zou het niet weten eigenlijk. Nee, wat houdt het in dan? Ja, dat is, per club is dat verschillend hoor. Er zijn ook clubs die dat helemaal niet doen. Alleen je kiest bepaalde spelers uit een groep. Vaak een jonge speler, een oudere speler. Een jongen die al heel lang bij de club zit, maar ook een nieuwe speler. Heb je van alle... over de hele club gezien? Nee, over het eerste elftal, okay, zeg maar. Ja. Dus, de eerste 18. Daar pik je dan een paar jongens die vormen spelersraad en die vertegenwoordigen de groep eigenlijk. Dus samen maak je beslissingen. Juist, je zit een paar keer per seizoen zit je bij elkaar en dan maak je beslissingen inderdaad. Ja. Zou dat denk je voor Quick Boys of Katwijk ook niks zijn? Nou, ik denk dat het wel handig is om zoiets te hebben. Dat je zeker ook de verschillende personen erin, een jonge speler, een nieuwe speler, een ervaren speler in het veld. Ik denk dat het wel handig is. Want voetbal verandert natuurlijk ook over de jaren. Ja. En als je dan inderdaad jong en oud samen combineert. Ja, precies. En je hoort ook verschillende meningen. Dat is ook altijd wel mooi. Want oudere speler kan er wel zo over denken. Maar het is ook wel leuk
Of, hoe denkt een jonge gozer en de jongere gasten erover? Die kijken er vaak heel anders tegenaan. Maar met die dingen kom je wel samen tot één punt vaak. Ja. En bij jullie? Ik weet niet of het bij ons zo is, maar ik denk dat als dat niet zo is, dat het wel goed zou zijn, denk ik. Waarom dan? Met z'n allen een band opbouwen en met z'n allen kijken van hoe doen we dit, hoe pakken we dat dan? Ja. En dan kom je er samen wel uit. En als je dan uiteindelijk hebt overlegd met de raad, dan gaat dat het team in en iedereen is het er mee eens of niet? Of dingetjes van het team komen bij de raad terecht, hè, bij de jongens. Okay. En dan is het zaak aan ons van, joh, doen we daar wat mee of gaan we zitten of zijn dat echt punten die we echt moeten bespreken bijvoorbeeld met de TC of met de trainer zelf, hè, weet je. Dan, maar je moet niet denken dat dat elke week is hoor, dat is een paar keer per jaar zeg maar, hè, dat je bij elkaar zit. En als er een incidentje is of zo? Ja, er moet natuurlijk ook niet elke week wat aan de hand zijn, want, kom op, je bent oud en wijs genoeg in dat opzicht, dus je moet ook je dingetjes zelf op kunnen lossen. Maar het gaat vooral over incidentjes tussen spelers of... Nee, nog ineens echt incidentjes, maar inderdaad misschien individuele dingetjes waar spelers mee zitten. Of randzaken zoals teamuitjes, hè? Even gekker zijn. Nee. Teamuitjes, maar ook afspraken rondom bepaalde wedstrijden, bekerwedstrijden of dat soort dingen. Ja, dat bespreek je daar ook allemaal in, dus dat is wel leuk. Ja. Ja. Heb jij een vraag dan? Nee. Oh. Dat is een makkie, hè? Het is altijd hetzelfde. Als ik aan Daan vraag, heb jij een vraag? Nee. Had jij zelf een debuut om van te dromen bij Rijnvoerse Boys? Of was het nou echt? Of heb je die nog steeds? Nee. Nou ja, in die zin. Dat was niet echt een eerste wedstrijd dat ik gelijk dacht van dit is hem, zeg maar. Door middel van een doelpunt of iets geks. Het eerste jaar en dan kom je toch een beetje terug op de wedstrijd Rijnsburg Quickboys, zeg maar. Ja, die staat nog wel, zeg maar, in mijn debuutjaar, als je daar dan over mag spreken. Maar die zaten toen bij elkaar in de competitie? Ja, wij zaten bij elkaar in de competitie en die staat nog wel, zeg maar, op mijn netvlies. Die wonnen we natuurlijk met 7-1 thuis. Natuurlijk, zeg. Dus wat dat betreft was dat wel een onwijs mooi ding in het debuutjaar, maar niet echt een debuutwedstrijd of een debuutmoment in het begin dat ik dat had. Nee. Hey Matthijs, bestuur van VV Katwijk heeft een brief gestuurd, zag ik. Ja, ik heb ook zoiets Heb je hem doorgelezen? Ja, ik heb wel wat gelezen. Wat is er over sfeeracties? Ja, onder andere. Ja, Suzanne had eronder reageerd. Heb je dat nog gezien? Bij ons? Nee. Of daarop? Op dat ding. Nee, heb ik niet gezien. Wat had hij gezegd dan? Ja, dan moet ik hem even bijpakken. Moet ik hem er even bijpakken? Ja, pak hem erbij. Ja, ik pak hem er wel bij. Okay. Heb je die brief gezien? Nou, ik zag wel eens dat het met vuurwerk te maken had, geloof ik. De laatste waarschuwing, dat soort dingen. Ja. Ja. Dus, ik vind het is echt wel een oproep die best wel serieus is. Maar vooral naar de supporters toe. Om gewoon jezelf te gedragen en overleg nou van tevoren als we ergens heen gaan waar je gaat staan vlaggen. Ja. Omdat ze volgens eigen zeggen 5-12 staan. Ja. Wat had hij gereageerd? Rob Suzanne, daar komt hij. Mannen. Wij als spelersgroep zouden het verschrikkelijk vinden als jullie overal je handen van aftrekken. Jullie zijn echt als een 12e man voor ons en slepen ons er in meerdere wedstrijden echt doorheen. Kunnen we niet alsnog tot een oplossing komen? Gesprek met het bestuur en desnoods ook enkele spelers, waaronder ik. Want wij hopen echt dat jullie dat geweldige publiek voor ons zullen blijven. Samen staan we sterk. Ja. Reactie van de aanvoerder? Ja, sowieso. Mooi bericht. En ik denk dat hij daar ook dingen zegt van hoe de situatie is en hoe het leeft in de groep ook. Wat je zegt, het steun is altijd lekker om in bepaalde wedstrijden steun van je supporters te krijgen. Ja. Alleen de supporters moeten ook wel inzien en indenken dat ze niet verder kunnen gaan om de club en het team te belemmeren daarin, weet je. Dus wat dat betreft snap ik ergens de oproep van de club Katwijk zelf ook wel. Alleen moet dat altijd goed gaan in goed overleg, zeg maar. Ja. En dat gaat het volgens mij. En dan gaat het gewoon volgens mij gaat dat gewoon op een goede manier. Ja. Heeft er iemand nog wat te vragen? Ja, dan nog om laatste vraag dan. Ja. Vandaan. Om nog even terug te komen op die gele en rode kaarten. Heb je niet eens een keer geel gekregen en dan dat je een overtreding maakt en dat volgens de scheidsrechter zo erg leek, waardoor je niet eerst geel kreeg en dan rood, maar dan direct rood? Dat hij me een soort van spaarde, bedoel je dan, of niet? Nee, dat hij direct rood geeft. Nee, dat heb je nog gehad. Twee keer geel. Ja, nee, dat krijg ik nooit echt direct rood gekregen. Nou ga ik wel nadenken natuurlijk en gissen. Ik heb en er schiet een bekerwedstrijd met Scheveningen, mijn oude club, nog door het hoofd.
speelde tegen Telstra op dinsdagavond. Toen was het nat veld, het had geregend en we stonden gelijk, dacht ik, in die fase. En toen gleed ik door. Ik wou echt 100% voor de bal gaan, alleen toen kreeg ik wel inderdaad direct rood, moet ik nou eerlijk zeggen. Oh. Maar tenminste, ik laat het nog even in twijfel van of ik daarvoor al geel gepakt had of niet. Maar ja, dat was wel een dingetje dat hij me direct rood gaf. Alleen nu zie je wel af en toe dat hij ook inziet van je bent de aanvoerder of je gaat wat eerder met een waarschuwing, kom je ermee weg. Mm. Of met een gele kaart dan, als het misschien randje rood is. Dat is misschien dan het voordeel dat je ook aanvoerder bent, maar ook communiceert met hem tijdens de wedstrijd. Ja. Je bouwt een bepaalde band op. En daarmee hoop je ook dat hij je dan een beetje krediet geeft in dat soort situaties, als je erin komt. Ja. En als je nou eerlijk bent, ben je goed in Salwis? Dit zijn de vragen, hoor. Goed in Salwis, het is niet mijn ding, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Als ik geraak word, is er 9 van de 10 keer wel wat aan de hand. Alleen ja, ik kan het wel een beetje overdrijven. Een beetje overdrijven en opnaaien, zeg maar. Niet dat je een keer een wedstrijd hebt gewonnen omdat jij in de laatste minuut of zo... Nee. Dat is niet echt mijn ding. Ik heb wel een vriend trouwens, overigens, Marvin Nieuwlaat, die bij Scheveningen dan ook speelde. Die was daar heel goed in. Die hadden ze op een gegeven moment ook door. Moet je maar een paar beelden op YouTube een keer terug gaan kijken over hem. Dat is wel leuk misschien. Die heeft wel wedstrijden in zijn voordeel beslist, maar dat is ook positiegebonden, denk ik. Hij was spits en ik ben middenvelder, dus ja, in die zin kom ik ook dan misschien in die fases niet zoveel in de 16 terecht. Wesley, dankjewel voor je komst. Ja, geen dank, was leuk. Vonden jullie het ook leuk? Ja. Mooi. Dank jullie wel voor het kijken. We zien jullie de volgende keer weer in een nieuwe aflevering. Tot de volgende keer!